We zijn heel intensief bezig geweest het laatste jaar in opbouw naar het transport. Het blijft natuurlijk spannend, maar hij is wel goed voorbereid. Dus het was een heel goede student met ups en downs, maar dat is denk ik bij de mensen niet anders. Hij zal dat zeker super doen en wij moeten gewoon rustig en kalm blijven en dan zal hij dat ook heel goed doen. Dat loopt vanzelf en alles komt goed. Maar dat is goed nieuws, hè. We krijgen een nieuwe kweekman, Canvar. Canvar wordt onze toekomstige kweekstier, dus dat is leuk dat we nu al weten dat we toch voor de toekomst ook een stier hebben. Het wordt ook wel spannend, want we gaan hier tijdelijk twee stieren huisvesten. En wij hopen dat Chang Canvar misschien wat manieren bijleert, want op dit moment is het nog een tiener met tienerstreken. Hij is niet altijd zo braaf, hoor ik in Antwerpen. Dus wij hopen dat Chang met zijn 6 ton indruk maakt op Canvar en dat Canvar denkt van, ah ja, zo moet ik later op worden. We zijn nu alles aan het voorbereiden om eigenlijk Canvar te ontvangen. Dat is natuurlijk een geweldig avontuur om dat te mogen beleven. En daarna nog eens 3 baby's. Dus ja, wij zijn zeer gelukkig op dit moment.